Dames en heren, hou je vast. Mijn lievelings electric Pokémon, oftewel Jolteon. Mocht je de vorige box nog niet gezien hebben, check even de links in de beschrijving. Vandaag gaan we lekker de Jolteon box openen. Jolteon en Raikou, dat zijn echt mijn twee lievelings Pokémons voor elektriciteit Pokémons. Oh, ik moet toegeven, ik vind Jolteon echt heel vet. En waarom? Geen idee, ik vind het gewoon een hele vette Pokémon. Daar gaan we weer. Waar doen we het voor? Voor de promo's, net zoals de vorige video's. Dit is toch heerlijk. Kijk deze vette kaart. Het jammer van de... Ik vind de Flareon en de Vaporeon vind ik de mooiste. Waarom? Ik zal hem je nu laten zien. Ik vind deze kaart van Jolteon wel heel vet. Deze. Ik vind de andere vind ik echt minder. Echt. Dat is... Deze is zo vet. Boven een stad en noem maar op. En waar je bij die andere een beetje Pokémons bij zag, zie je bij deze gewoon helemaal niks, hè. Dit is gewoon een Jolteon op een kaart en daar moet je het mee doen. Ik vind het zo zonde. Zo zonde als je hem vergelijkt. Let op. Aanschouw de Jolteon Female kaart. Ik vind hem... Ja, hij is cool, maar... Ik mis een beetje die huisvibe of een Pokémon erbij of... Dat je hier op de achtergrond bijvoorbeeld hier of zo een Lugia zag, heel klein of zo. Waarom? Weet ik niet. Ik vind dat gewoon vet. Gewoon iets extra's verstoppen in een kaart. En dat hebben ze hier dan weer bijvoorbeeld niet gedaan. Rip, jammer van de kaart. Maar, hey, we hebben ze alle twee. Dan moet je ook de derde hebben. Dus zodoende dat we deze doos ook hebben gekocht. Aanschouw de prachtige pin. Tadaa! Daar is die. Is die mooi of is die mooi? Mooi, hè? Schitterend is die. Die is wel weer heel mooi. Even kijken. We hebben weer dezelfde aantal pakjes, denk ik. Rebel Clash, Evolving Skies, Fusion Strike, Vivid Voltage. Nou, we beginnen met Rebel Clash. Ik mag hopen dat we nu wel wat goed krijgen. Anders zijn we gewoon echt gerekt door de Pokémon Company. Even kijken. 1, 2, 3, 4. De 8, de voren. Een Grass Energy. Oeh, dit is een mooie Metapod. Oeh, die is nice. Een Heliolisk. Een Burning Scarf, een Phantom, een Bronzor, een Toxel, een Eplin, een Darumaka. Hey, kijk, Reverse Holo, nice. En een Toxtricity. Deze, ik vind die Metapod echt gaaf. Ik hou van een beetje iets geks. Dit is gebreid of zo, of gehaakt. Lachen. Even kijken, Vivid Voltage, een Fire Energy, een Swallow, een Charmeleon, een Pinkurchin, een Trubbish, een Wishmer... Een Rockruff, een Voltorb, oh, een Ninkada, een Sableye en een Manectric. Op zich wat chill, Evolving Skies zit echt een hele mooie kaart in en Fusion Strike ook. Dus als we hem hierin krijgen, vind ik het helemaal niet erg. Maar dan wel zo'n lekker alt-aardje. Een Fighting Energy, een Tentacruel, een Rubber Gloves, een Floette, een Mareep, een Drowsy, een Scraggy, een Feebas... Een Hitmonchan, een Smurgle en een Leafeon V. Jammer. Hadden we het liefst de Alternative Arts van gehad, hè? Maar hey, we mogen nooit klagen. Ook zijn 4 maxi maar 4 kaarten, maar echt 1 of 2 euro of zo. Het stelt bijna helemaal niks meer voor tegenwoordig, hè? Het zijn de alt-arten waar je naar op zoek bent. Worden we beloond trouwens nog met 2 goede kaarten? Dat zou wel gegund zijn sinds onze vorige packs. Een Dark Energy, een Wigglytuff. Kijk, dit is ook weer zo'n vet gehaakte kaart. Een Velinx, een Simisser, een Moona, een Meowth, een Merrill, een Heliopetaal, een Wooloo, een Swadloon en een Cinderace V. 2 V-kaarten. Het stelt niet heel veel voor, hè? Maar hey, we hebben ook de V-Max hiervan, dus dat is wel een dikke, vette duim omhoog. Even kijken. Nou, laatste pakkie. Dan hebben we flink even weer wat pakjes geopend. 1, 2, 3, 4... Een Grass Energy, een Simisser, een Farewell Bell, een Linoon, een Zigzagoon, een Mankey, een Clownshire, een Growlithe, een Stuffle, een Velaphe en een Latios. Helaas, pindakaas. Ik zou even laten zien de alle drie de arts nog eventjes, want oh, wat zijn ze mooi. Hier ging het uiteindelijk om, de promo's. Wat zijn ze mooi. Laat even achter in de reacties wat jouw lievelings is. Ik denk dat... De Vaporeon. En deze Flareon. Die. Dit zijn denk ik mijn favorieten. Laat het even achter in de reacties. Ben benieuwd. Druk op duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe pack opening. Als je het vaker wil, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En doei!